Ik vind plastic vervelend. Vooral omdat ik merk dat het in steeds grotere mate aanwezig is in de wereld waarin wij leven. Ik zou niet weten waarom we niet kunnen kijken naar het verleden om een betere toekomst te kunnen maken. Ik ben Lena Winterink en ik ben ontwerper. Het eerste bezoek aan het depot was super indrukwekkend. Ik ben sowieso heel erg fan van spullen. Ik denk dat de dingen die we hebben of gebruiken of zien of aanraken heel veel zeggen over wie we zijn, wat we doen en wat ons bezighoudt. De objecten die ik heb gekozen zijn eigenlijk bij toevalligheid heel erg in mijn straatje. Ik hou me eigenlijk vooral bezig met de manier waarop we als mens in onze omgeving staan en wat voor elementen daarbij noodzakelijk zijn of niet. Ik werk met fotografie en textiel om dit in kaart te brengen. Op dit moment vind ik het fascinerend dat eigenlijk alle objecten die ik heb uitgekozen gedragen worden op een verschillend lichaamsdeel. En dat ze uit verschillende continenten komen en van verschillende materialen zijn gemaakt die passen bij de behoeften van het land waar ze vandaan komen. Dus zo ja, vind ik het fascinerend dat er een regenjas is gemaakt van vissenhuid, omdat vissenhuid waterdicht is, waar wij nu plastic voor gebruiken. Maar dat rubbertappers schoenen droegen van rubber is ook compleet logisch en tegelijkertijd heel nieuw voor mij als informatie. Eigenlijk waren alle objecten die ik heb uitgekozen gemaakt van lokale natuurlijke materialen, behalve één hoedje uit Kenia. Dat is gemaakt van zwerfplastic. Dat vond ik heel fascinerend, want het is een gevonden materiaal, maar het komt er niet vandaan. Is het dan eigenlijk ook een lokaal materiaal? Dus dat riep bij mij heel erg de vraag op, wat betekent lokaliteit nog als er zoveel materialen ergens terechtkomen en gaan zwerven? Ik ben eigenlijk begonnen met het maken van foto's van de labels van mijn eigen kleren om een idee te krijgen waar die vandaan komen en waar ze van gemaakt zijn. Want het doel van een label is om je informatie te verschaffen over wat je draagt en waar het vandaan komt wat je draagt. Maar doet het dat eigenlijk wel goed? We hebben al die labels uit de kleding geknipt. Dus waar die labels dan weer vandaan komen, dat weet je eigenlijk ook niet. Die labels werden voor mij een nieuw materiaal en daar ben ik ook op zoek naar gegaan, waar kan ik die vandaan halen. Toen ben ik in contact gekomen met het textielrecyclebedrijf. Zij waren heel blij dat ik labels uit hun kleren wilde komen knippen. Om de kleding goed te kunnen recyclen moet het label uit de kleding geknipt worden, omdat het vaak niet van hetzelfde materiaal is. En wordt het dus eigenlijk een stukje afval en dus ook een lokaal materiaal. Door met de kwantiteit van die labels te werken, wil ik eigenlijk duidelijk maken dat er achter ieder klein labeltje een verhaal zit van een kledingstuk, van makers en van materialen. Ja, in het depot krijg je eigenlijk heel veel informatie bij alle objecten. En een label in een kledingstuk heeft als doel om jou ook informatie te geven over wat je draagt. Maar hoe transparant is die informatie eigenlijk en hoeveel weten we over welke materialen we dragen en waar die vandaan komen? Als ik dit zo zie, dan denk ik ook, is het nieuwe lokaal niet gewoon juist de mondialiteit waarop we materialen overal vandaan komen. Een heel groot deel van de textielindustrie is denk ik plastic. En niet alleen maar dat wat we weggooien, maar ook het dragen zelf, het op je huid hebben, het in de was doen. Dat zijn allemaal dingen die ja, bijdragen aan een afvalstroom. Ik denk dat dat voor heel veel materialen geldt en belangrijk is om verandering in te brengen.